Yo, kijk, wat je hebt, we hebben een nieuwe opeen van Rollercoaster Tycoon World. En ik heb goed en ik heb slecht nieuws. De game heeft niet opgeslagen de vorige keer. Dus we can redo everything. Eens dat hij opgeslagen heeft, zijn mijn doelen. Ja, jullie horen het goed. De game heeft ineens opgeslagen en ik weet niet wat die game aan het doen is met mijn grafische kaart. Dat ding schijnt gewoon bijna op te stijgen in mijn PC. En ik weet gewoon niet waarvan. Ik draai letterlijk de game op nog lagere settings dan eerst. En ik lag zelfs harder. Huh? Deze 70 zie ik naar 60 frames en nu in één keer zie ik weer naar 40. Oké, even zien. Hier maak ik nog winst. Of heeft de game toch wat opgeslagen? Ik weet het niet. Of heb ik iets nieuws gebouwd hier ofzo? Oh, landschap aanpassingen. Oh, misschien zegt dat genoeg. Sorry van die lag, ik weet niet wat het is, maar deze game is gewoon zo kapot dat het gewoon lag. Dit is de beste Pret Park Tycoon game ever. Waar de actually fuck is die monteur? Echt wauw. Die bedieningspanelen dan. Zoals ik kan het nog beter maken. Met betere textures. Oké, wat denken de mensen eigenlijk? Mijn pretparkwaarde moet verder omhoog. Maar ja, moeten we eerst geld hebben ervoor. Monteur, waar ben jij? Wij gaan nu als eerste dat ding hier repareren. Oh, die vind ik dus gerepareerd. Daar druk ik helemaal niet eens op. Kijk, ik zie nog heel duidelijk daarop. En selecteer mijn petpark intre. Hoe is die? 8,5? 8,5. Oké, en nu betalen ze het wel. Nee, de go-around alweer kapot. Oké, ik weet het niet meer wat er allemaal aan de hand is in dit park. Ik weet wel, die game is kapot. Het lijkt als de pest. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is met deze game. Het voetpad is hier kapot. Attracties gaan best wel vrij snel achter elkaar kapot. De game lagt. De mouse detectie klopt niet. De NPC's laggen. Framerate is unstable. Wacht, ik weet dat ik de vorige aflevering mee bezig was volgens mij. Toen heb ik hier alles weggehaald. Volgens mij wilde ik hier een grotere attractie neerbouwen. Deze toch? Dat was het volgens mij. Come on. Eerst serieus weer aanzetten. Wissen. Wissen. Nou pas kan ik deze bouwen. Hoe kan ik deze draaien pas weer? Rotate, nee. Die kan nog.
Was het nou shift-click? Ja, shift-click. Ik bedoel, niet echt de logischste knop ever ervoor. Oh, hier hebben we het. Hola amigos! Ik ga naar... aan Langerwal. Op zoek naar Mexicanen. Haciendas? Wat is een haciendas? What the freak? Dan weet je wat het is. Ga ik de missie laten slagen. Even kijken. Eens kijken wat het is. Google.com. Hoe schrijf je dat? Als op Siemens Team overleef voor. Haciendas. Zo. Hoe schrijf je dat? Haciendas. Dat is Latijns-Amerika, de Filipijnen. Hacienda is een groot landgoed in Latijns-Amerika en de Filipijnen. Oké. Dus er is niks Mexicaans aan. What the actually fuck game? Do research. Zo freaking moeilijk is dit niet, research doen. Ik heb te weinig geld. Grandioos. Recht toe, recht aan. Beam. Oké, wat een mooie. Nou, doen we dan met deze. Komt best wel mooi dat ik hem niet zo meteen niet kan. Oh, ik heb te weinig geld. Ah. That's the problem. Toegangsprijs vind ik wel 3 euro waard. Open naar die shit. Mijn omgeving. Wil ik graag iets van. Pankies. Pankel, kom hier. Kijk, ik plaats hier iets onzichtbaars. Dat kan toch niet waar zijn? Van eet één maaltijd van Casa Mexicana. Oké. Maar wat is een Casa Mexicana? Ja, die kost $3,848. Zoveel geld heb ik dus niet. Ik kan helemaal niet denken, jongen. Indiaanse, Mexicaanse, die kost 1600. Kruim, gezond voedsel, Italiaans, Mexicaans. Die kost ook 1600. Ik denk de mensen hier nou over. Vrij weinig. Oké, om stationstijden aan te passen om meer entertainment te huren. Zucht. Moet dan serieus zo lang wachten.
is die monteur toch allemaal aan het doen? Ik ga als eerste hier naartoe. Een vraagje, waar is je monteur? Gebleven. Ik zet jou hier naar neer. Je gaat dus mensen repareren. Okay. That's really weird. Ik hoop iets lekkers te vinden bij het aan lager wal. Maar het was niets. Dit park valt niet in de smaak. Ja, nee. Vind je het nogal gek? Pretparkwaarde zakt. Vind je het gek? Nee. Deze game is zo kapot dat ik niet eens gek vind. Zo, die leg spike. Ja, ik wou ook zelf wel iets, maar dat kan dus ook wel niet. Kost 800 en ik heb misschien wat meer parkwaarde. Maar het geld gaat ook allemaal zo langzaam. Ik wil een advertentiecampagne gaan starten. Wat meer geld. Hoe doe ik dat? Die twee leveren heel veel geld op. En het reuzenrad. Financiën. Parken, nee. Lening aangaan. AA. Nee, dat is serieus. Kost dat 1600 dollars. Are you freaking crazy? Hoe duur kost de intree van het park? Winst of verlies? Attractiewinst? Net niet elke winst. Nee, 333. Bijna 666. Kijk, ik kan dus kiezen om dus een lening te nemen. En om die achtbaan neer te pompen. Maar dan betaal ik 875 dollar per maand terug. Dus dat betekent dat ik 5% extra over die 10.000 moet betalen. En dan ga ik nooit kunnen ophoesten. Never, nooit niet. Dus ik moet eerst die 1600 hebben voordat ik pas echt wat kan. En waar is die monteur nu? Oh, je bent dus net klaar. Waar staat iedereen dan? Is dat steeds hier in de rij? Oké. Dat vind ik dus te duur. Oh wacht, ik heb een verkeerde attractie te editen. Zucht. Kijk, ik druk hier en ik zet in die attractie. Kijk, en dan moet ik dus mijn triple klik op muis aanzetten om er dus voor te zorgen dat mensen hier naar binnen en naar buiten gaan.
Kan ik jou iets anders opzetten? Nee, omgeving. Geen decor. Padpalen. Padomgeving misschien. Main. Core. Gok ik trouwens ook niet. Nee, uiteraard niet. Wat zou er staan? Actieborden? Speciale dingen. Uiteraard niet. Ook mensen zo min mogelijk hier achter hebben. Dus moet ik dus letterlijk mijn scherm andersom gaan draaien. Waarom zou ik het zo moeten gaan doen? Just why? Maar in ieder geval, ik ben helemaal klaar met deze game. Dus blijf een like achter, niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!